Leuk jullie kijken naar al deze games. Vandaag ga ik weer verder met de Sims 4 aan het werk. En jongens, net toen ik de Sims opstartte, hoorde ik iets heel ergs. Jullie kunnen het ook al zien aan het huishouden. Hans gaat dood. Ik startte de game net op en ik hoorde al dat geluidje van dat als een Sim doodgaat. Ik dacht van nee, het zou toch niet waar zijn, hè? Want ik hoorde alleen het geluidje, maar het laadscherm was nog in beeld. Dus ik dacht van nee, dat kan je niet menen. En ik kom hier en Hans ligt dood op de grond. Of nou ja, als geest. Oh my god, ik vind dit heel erg. Het is zomaar gebeurd. Het is gewoon gebeurd terwijl ik niet heb gespeeld. Of nou ja, eigenlijk wel. Want ik heb helemaal verder... Ja, wat raar. Nou, ik ga maar gewoon op spelen drukken en we gaan zien wat er gaat gebeuren. Oh, hij is al gelijk een urn. Dus heel magere hein is ook al geweest. Maar dat is best raar, want toen ik de aflevering vorig jaar afsloot, als ik de aflevering afsluit, dan sluit ik gelijk het spel af. En als ik weer ga opnemen, dan pas kom ik weer in dit huishouden. Dus het is heel raar dat dat is gebeurd terwijl ik niet aan het spelen was. Maar ja, ik schrok er zo erg van net tijdens dat laatste schermpje. Hey, het komt nu niet echt op me binnen dat Hans dood is, want het is zomaar gebeurd terwijl ik het zelf er helemaal niet bij was. Hoor ik nou magere hein? Hij zit toch niet in ons huis te chillen, hè? Oké, nee, hij is er niet. Nou ja, dit is een minder leuk begin van de aflevering. Dat zeker, maar ook wel weer op zich wel weer een goed en handig begin. Want ik had natuurlijk bij de vorige aflevering een poll gezet van... Ja, wie willen jullie waar ik mee verder ga? Nou, er werd heel veel gestemd op Jennifer. Dus dat betekent natuurlijk dat ik verder ga met Jennifer... Jesse en Oliver, met heel die familie, zeg maar. Oliver moet wel even wakker worden. En even snel in bad gaan. Zo. En James moet ook wakker worden. Trouwens, we kunnen nog helemaal niet weg, want James is nog een tiener. Die kan nog helemaal niet alleen wonen. Dat bedenk ik me nu ineens. Ja, daar ga ik eventjes over nadenken. Wanneer is hij jarig? Oh, hij is vandaag jarig! Oh, dan gaat het helemaal goed komen. Dan gaan we vandaag de verjaardag van James vieren. En dan gaan we vandaag verhuizen. En dan gaan we natuurlijk verder met Jennifer. En dan haar vriend Jesse en met Oliver. En James die gaat samen met Malcolm in een huis wonen. In een ander huis wonen. Niet in dit huis. Of wel in dit huis. Nee, in een ander huis. Die gaan we in een ander huis laten wonen. En wat er met dit huis gebeurt, dat weet ik nog niet. Misschien gaat er wel een random familie wonen. Maar misschien ook wel... ik weet het niet. Misschien ook wel poppetjes die ik zelf heb gemaakt. Dat gaan we allemaal nog zien. Nou ja, Hans Visser. Ja, ik zit even te denken wat ik met het graf dan ga doen. Want ik ga natuurlijk niet het graf hier laten staan. Terwijl hier dadelijk andere mensen gaan wonen of zo. Dus ik denk dat ik ze allebei meeneem. Met Jennifer. En dat ik ze dus bij Jennifer... in de tuin zet. Ik weet nog niet in welk huis ze gaat wonen. Ik kan Jennifer en zo in mijn zelfgebouwde huis laten wonen. Maar dat huis is best wel klein en simpel. En ja, ik weet niet. Ik vind dat denk ik niet zo leuk voor de opnames. Ik denk dat ik in mijn zelfgebouwde huis... dat ik daar James en Malcolm laat wonen. Dat lijkt me wel een leuk idee. Hier heb ik ook trouwens nog een huis. Die heb ik gedownload. Ik kan ook nog iemand wonen. Maar ik denk dat ik met Jennifer en Jesse in het huis ga wonen. Wat je vanaf hier niet kan zien. Of wel... Nee, ik kan hem vanaf hier niet zien. Maar dat ga ik dan straks allemaal wel laten zien als dat straks al gaat gebeuren. Ik denk het wel. Komt helemaal goed. James zit te douchen. Wat is Oliver aan het doen? Oh, die gaat nu naar school. Nou, dat komt helemaal goed uit. Want hij moet ook snel naar school toe. Nou ja, niet snel, maar hij moet wel naar school toe. Zo, Oliver en James zijn allebei naar school. Kijk, Jennifer ligt nog te slapen. Wat een luie flikker. Eens even kijken. Ze gaan allebei hard studeren. Zo. Oh, kijk eens aan. Allemaal geld verdiend voor boeken. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik ga trouwens met James en Malcolm... ik ga hun wel een kind laten adopteren. Ze kunnen natuurlijk zelf geen kinderen krijgen. Maar ik ga ze wel een kind laten adopteren. Zodat wel de stamboom ook nog bij James verder gaat. Het is dan wel niet een kind van hunzelf, zeg maar. Maar wel geadopteerd. Dus ja, het is bijna hetzelfde. Alleen natuurlijk niet helemaal. Dus James en Malcolm krijgen ook een kind, geadopteerd kind. En nou ja, Jennifer en Jesse die hebben natuurlijk al een kind, Oliver. Ik weet niet of ik nog een kind ga nemen met hun. Oh, wat zit er weer?
Dat weet ik nog niet, dus dan moet ik nog maar even kijken of ik dat ga doen. Ik denk dat ik het een keertje niet wil. Ja, dat denk ik. Omdat ik elke keer, dan heb ik wel 4 mensen zo. Maar dan elke keer kan ik niet met alles tegelijk spelen. En dan de ene die zit daar, kijk ik heel de dag niet naar. Dus ik denk dat ik met een familie van 3 mensen gewoon verder ga. Nou ja, ik weet het nog niet. Ik kijk nog wel eventjes. Wat is Jennifer allemaal doen? Die ligt nog steeds in bed. Waarom ligt ze zo lang in bed? Oh. Oh, ze wordt gebeld. Valerie Trepico vraagt zich af of je even gezellig bij haar thuis langs wil komen. Oh, dus Valerie wil dat we naar haar toe gaan. Nou, dat vind ik helemaal goed. Hartstikke leuk dat ze dat vraagt. Oh, no. Nou, we zijn bij Valerie thuis en bij Hester en Nick natuurlijk. Nick, dat is de broer van Lily. Leeft Nick nog wel? Dadelijk leeft Nick helemaal niet meer. Ik ga daar nu meteen naar kijken. Kijk, als alle plaatjes nou even laden. Dan komen we een stuk verder, want Nick staat niet hier. Rosanne staat ook niet hier, maar dat komt omdat Rosanne al op haarzelf woont. Dus dat klopt helemaal. Maar waar is Nick? Ik zou het toch heel erg vinden als Nick al dood is. Het zou heel goed kunnen hoor, maar waarom laat het zo langzaam allemaal? Nou, ik wacht wel eventjes met kijken dan. Ik weet het niet of die dood is. Ik weet het echt niet. Ik heb geen idee. Eens eventjes kijken hoor. Waar is Valerie nou weer heen? Valerie. Oh, die zit op de kamer te gamen hoor. Die babybedjes staan nog steeds hier. Dat moet ik echt een keer opruimen. Echt vreselijk dat die daar nog steeds staan. Even kijken, kan ik het nu zien? Oh nee, bijna. Magere Hein zat er ook tussen. Oh, kijk, Nick leeft nog. Nou, gelukkig, hij leeft nog. Maar hij is hier niet. Ja, het kan ook dat hij aan het werk is of zo. Dat kan ook helemaal. Maar ik dacht van, dadelijk is hij dood of zo. Want dat zou natuurlijk ook kunnen, want hij is al hartstikke oud. Dus ja, het kan allemaal zomaar gebeuren. Het is niet leuk als het gaat gebeuren, maar het kan wel gebeuren. We gaan even kijken of we hier wat te eten kunnen vinden. Want Jennifer heeft een beetje honger. Gumbo. Oké, nou, we gaan gumbo eten. Ik weet niet wat dat is, maar we gaan het wel eventjes eten. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar even kijken hoe het eruit ziet hoor. Een soort worst met noedels of zo. Geen idee. Nou ja, ik ken het niet. Dus, het zal wel. We gaan eventjes praten met Valerie. Dat is natuurlijk een vriendin van Jennifer. Diepgaand gesprek. Lig ik daar nou 2 keer op? Volgens mij wel. Praat over koken. Complimentje geven. Bewondering uitdrukken. Grap over apen vertellen, weet ik veel. Valerie is trouwens ook het nichtje van Jennifer, toch? Ja, het nichtje. Dat is wel grappig. Ik denk dat ik trouwens Valerie in dit huis laat wonen. En dat ze dan bijvoorbeeld een man vindt. En dan met die man krijgt ze weer kinderen. En dan gaat zeg maar de stamboom ook verder door. Want dit is natuurlijk ook gewoon... Valerie is de dochter van Nick. En Nick is weer de broer van Lily. Dus dat is natuurlijk ook een deel van de stamboom. Dus dan gaat het hier ook gewoon door. Volgens mij heeft Rosanne ook al een man. Rosanne woont volgens mij daar. Of... Ik weet niet in welk huis. In een van deze huizen hieromheen woont Rosanne. Ik weet niet of ze al met een man samen woont. Zal wel kunnen, maar ze heeft nog geen kinderen volgens mij. Misschien ook wel. Ik heb eigenlijk geen idee. Moeten we eigenlijk maar een keertje naar gaan kijken, denk ik. Eens even kijken. Oh, ja, je moet wel even de gumbo opeten. Ja, hier, lekker even de gumbo opeten. Nou, Hester is ook alweer een oudere. Hester die mag wel eens wat anders aangetrekken. Ze heeft daar niet echt bepaald kleren aan voor oude mensen. Oh, selfie tijd. Lachen. Even kijken. Vraag hoe de dag was. Ja, Valerie, vertel, hoe was je dag? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Grappig verhaal vertellen. Ik wil dat Nick thuis komt. Dan kunnen we ook weer even met Nick praten. Maar ja, die is niet thuis. Ik heb geen idee waar die uithangt. We zullen het wel zien. Oh, Oliver voelt zich ongemakkelijk. Hij heeft honger. Oh, nou, dan kan hij nu thuis gaan eten. Ze zijn allebei nu thuis, zie ik. James ook. Het komt helemaal goed uit. We gaan trouwens straks wel zo weer naar huis. Want we gaan natuurlijk vandaag de verjaardag van James vieren. Het moet natuurlijk ook gebeuren. Of nou ja, het moet niet. Maar we gaan het natuurlijk wel doen. Dan wordt hij alweer een jong volwassene. Dat is hartstikke leuk. Hoe lang duurt het voordat die gumbo op is? Oh, hij is eindelijk op hoor. Oh, we voelen ons ineens speels. Oké. Nou, ruimen we dit even op.
Met Valerie kletsen. Nou, nog heel eventjes dan. En daarna gaan we toch echt weer naar huis. Want anders dan wordt het weer super laat met die verjaardag. En dat, daar heb ik geen zin in. En we zien Valerie straks weer. Want we nodigen haar gewoon uit op de verjaardag. Dus we gaan gewoon nu naar huis. Ik ga even snel kijken bij Rosanne. Die woont hier volgens mij. Ze heeft 2 kinderen. Heeft Rosanne een tweeling? Dat is wel grappig, want Nick die had Rosanne en Valerie gekregen. En dat waren ook een tweeling. En nu heeft Rosanne ook alweer een tweeling. Of nou, ik weet niet of het een tweeling is, maar dat denk ik wel. Oh, wat grappig. Nou, daar gaat de stamboom al gelijk verder. Dus superleuk. Ze wonen wel een beetje in een klein huis voor een tweeling, maar... Ja, dat komt ooit nog wel een keer goed. Oh, trouwens, ik kan natuurlijk hun gewoon laten wonen in Newcrest. Natuurlijk dat ik daar niet eerder aan denk. Daar ga ik natuurlijk heel de familie heen brengen. Waarom denk ik daar niet eerder aan? Dat ben ik trouwens helemaal vergeten om Nick en Esther en zo ook hier te laten wonen. Nou ja, dat doe ik dan wel even buiten de aflevering. Dat komt helemaal goed, maar we gaan nu gezellig naar huis. En dan gaan wij de verjaardag van James vieren. Zo, ik kom thuis en ik zie dat James lekker aan het zwemmen is... Hartstikke lekker. Ik ga nu eventjes gelijk het graf van Lily meenemen in mijn inventaris. Die bloemen, of haar viool neem ik natuurlijk ook mee. Die neem ik alvast eventjes mee voor als Jennifer straks gaat verhuizen. Want anders vergeet ik dat dadelijk weer en dan gaat het helemaal fout en zo. Dus die neem ik mee. Zo, Lily, of Jennifer heeft nu Lily en Hans in haar broekzak. Ook al heeft ze helemaal geen broekzak, want ze heeft een rokje aan. Maar toch, het is best wel een aparte gedachte eigenlijk. Eens even kijken. We moeten natuurlijk wel een taart hebben. Oh, hier staat nog een stukje taart. Maar we gaan wel even een nieuwe taart maken. Dit mag wel weg, dit glas melk. Ik weet niet wat het hier doet. 30 simdollar. Waarom kregen we daar maar 30 simdollar voor? Voor een bord krijgen we altijd 40. Even kijken. Oliver, ga jij maar even je huiswerk maken. En dan gaat Jennifer eventjes een sociaal evenement plannen voor de verjaardag van James. En ze voelt zich heel erg speels. Ik weet niet waarom, maar ze voelt zich wel zo. Hoe gaat het eigenlijk met de druppel? Met druppel gaat het goed. Verjaardagsfeest. De jarige sim, dat is natuurlijk James. De gasten. Nou, Oliver, Jennifer. Jesse nodigen we uit. Malcolm natuurlijk, de vriend van Jesse, de vriend van James. We kunnen ook nog iemand uitnodigen voor Oliver, dat is misschien wel leuk. Om een kind uit te nodigen, oh, Johnny kunnen we ook nog wel uitnodigen. Pieter, was dat nou, was volgens mij een vriend van James toch? Ik weet eigenlijk niet, nee volgens mij niet. Nee, oké. Nick, hupsakee, die hele familie. En dan vind ik het eigenlijk wel weer mooi. Dan doen we nog 1 iemand uitnodigen voor Oliver. Nancy. Zo. 10 gasten. Nou, dat vind ik wel redelijk. Hebben we nog een cateraar nodig? Nou, dat hebben we toch niet echt nodig. Ik weet niet, ik vind het nooit echt dat we dat nodig hebben. Dus we doen het gewoon zo. Huizen Wilson. Kom maar op met die mensen. Nou, doen we natuurlijk wel even onze feestkleding aan. Oh, hij laat niet hoor. Oh, hij laat. Oké, koken. Wij gaan eventjes een taart maken voor James. Die heeft hij natuurlijk wel nodig. James, kom het zwembad uit, want je moet je verjaardag vieren. Oh, hij heeft zijn feestkleding al aan. Nou, kijk eens aan. Hij gaat met Oliver kletsen. Nou, wat dacht je ervan dat we even met de gasten gaan kletsen? Want er komen allemaal mensen hier voor jouw verjaardag. Dus we gaan lekker even met de gasten kletsen. We gaan even met Malcolm praten. We gaan hem een oprecht compliment geven. Waarom komen er niet meer mensen? Oh, ze komen al. Ik dacht al, dadelijk komen er niet meer mensen. Dat zal wel heel zielig zijn. Leren kennen. Ja joh, opfleuren. Van alles en nog wat. Bedankt voor je komst. Dat ook gelijk eventjes. Kijk, Oliver is nog bezig met zijn huiswerk. Moet ook gebeuren natuurlijk. Kijken. Kent hij eigenlijk haar al? Nee, Oliver kent haar nog helemaal niet. Nou, eventjes kennis maken met haar, Oliver. Eventjes doen. Oh, de taart is al af. Nou, kijk eens aan. Dan gaat Jennifer eventjes met Nick praten. Want Nick is nu hier, toevallig. Dus we gaan gelijk eventjes met hem een woordje spreken. Nou, het klinkt heel, heel gemeen, alsof we heel boos om zijn. We gaan een hartig woordje met hem spreken. Nee, we gaan gewoon eventjes gezellig met hem praten. Naar carrière vragen. Complimentje geven, zo. Wat voor doelen hebben wij vandaag? Nick is een techneut, oké. Drankjes maken.
Sims laten dansen, maar hoe kunnen we drankjes maken? Want we hebben helemaal geen bar. Of wacht, staat de bar toevallig misschien boven? Nee, hier wel een barbecue. Maar geen bar. Oh, raar dat we dat dan moeten doen eigenlijk, als we helemaal geen bar hebben. Eens even kijken. Oh, Jesse is er natuurlijk. Nou, eventjes met Jesse praten hoor, Jennifer. Eventjes hem een kus geven. Liefde, handje vasthouden. Ja, dat vind ik ook wel goed. Zo. Charisma niveau 6. Nou, kijk eens aan. We bereiken nog eens wat. Oliver heeft zijn huiswerk af. Nou, goed gedaan, Oliver. Ik ben heel trots op je. Interesses bespreken. We moeten ook weer Sims tegelijkertijd spellen laten spelen. Nou, dat kunnen we wel even fixen. Als hun allemaal eventjes een spelletje gaan doen. Zo, dan gaat James het ook even doen. En zo, dan hebben we alweer één doel bereikt. Sims tegelijkertijd laten dansen. Oh, dat moeten we ook nog allemaal doen. Nou, James, laat even je dansmove zien. En Oliver ook. Dan hebben we weer een dansmove goal. Dansmove goal, een dansgoal bereikt. Eens even zien. Nou, als Jennifer ook nog eventjes gaat dansen, dan hebben we dat bereikt. Want voor de rest wil er niemand dansen, volgens mij. Zo. Een spel spelen met de jarige Sim. Oh, oké. Moet ook de jarige Sim een complimentje geven? Nou, dat kunnen we wel even doen. Compliment geven over kleding. Oprecht compliment. En Oliver kan ook nog wel een compliment geven. Even kijken, heeft hij nog meer complimentjes die hij kan geven? Nou, weer een oprecht compliment dan maar. Allemaal oprechte complimentjes. Even kijken, we pakken even de taart erbij. En die zetten we even hier. Zo. En dan gaat Jennifer even de kaarsjes toevoegen. Verjaardagskaarsjes toevoegen, ik kon het eventjes niet vinden. Dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. Zo. En dan gaat Oliver, die geeft James nog wel even een complimentje. Nog eentje, dan zijn we weer klaar. Dan hebben we dat doel ook bereikt. Oh, hij kan geen complimentjes meer geven. Oh, oké. Okay. Nou, dan moet Jennifer het nog maar een keertje doen. Even kijken hoor. Ik zag hem voorbij komen, maar compliment geven over kleding. Ja, James, kom eens even hier. Je moet ook de taart gaan uitblazen, dus even hier komen hoor. Vierde verjaardag van James met een uitzinnig verjaardagfeest. Ja, daar zijn we al mee bezig hoor. Oké, okay. Waarom staat Malcolm hier voor? Malcolm is niet jarig. We gaan nou wel allemaal zitten kletsen, maar James die moet eventjes de kaarsjes uitblazen. Ik weet niet waarom Malcolm ervoor staat. Wat is nou eigenlijk een spel spelen met de jarige Sim? Hoe moeten we dat doen? Oh, dan moet hij moet gewoon een spel spelen. Oh, dat kan hij wel even doen. Ik weet niet of we het doel dan hebben bereikt, maar ik denk het wel. Oh, Oliver die kent Valerie en zo nog helemaal natuurlijk nog helemaal niet. Zijn dat dan ook neven-nichtjes of niet? Ik weet het eigenlijk niet. We gaan het nu zien. Bekende. Oh nee, dat zijn gewoon helemaal geen familie meer. Nee, dat kan natuurlijk ook. Ja, mag ik nou eindelijk eens bij die taart? Ik weet niet waarom hij er heel de tijd voor staat. We gaan wel eventjes hem zijn nek zoenen. Misschien dat hij dan ophoudt met voor die taart staan. Oh ja, hij houdt er al gelijk mee op. Waarom kunnen we het niet doen? Voordat de kaartjes zijn uitgeblazen. Ja, ik wil de kaartjes heel graag gaan uitblazen, maar dan moet ik er wel bij kunnen. Ja, iedereen staat er heel de tijd wel voor, maar ik snap niet waarom. Nou, weet je wat? We verplaatsen de taart gewoon. Ik ben er helemaal klaar mee nu. Hier zet ik hem wel. James, ren naar de taart. Kaarsjes uitblazen. Oké, hij gaat het doen hoor. Ik weet niet waarom het allemaal niet werkte, maar het werkt nu. Vieren. Ja, Jennifer, je moet het wel eventjes komen vieren ook hoor. En Oliver ook. Oh my god, kan hij er weer niet bij? Het is elke keer weer wat hoor. Het is elke keer weer wat. Nou, dan plaatsen we hem hier. Lukt het hier wel? Nu kan het weer niet. Maar waarom niet? Ik snap er even helemaal niks van hoor, jongen. Oh, hier, kaarsjes uitblazen. Nou, als hij er nu niet bij kan, dan weet ik het ook niet meer. Oh ja, vieren! We moeten het allemaal vieren! Kan hij nou niet de kaarsjes uitblazen? Jawel, kijk eens aan!
James wil zijn worden in jonge volwassenen. Nou, kijk eens aan. Dat hebben we even mooi gefixt. Hij heeft als eigenschappen actief, vrolijk en... Ja, wat vind ik hem nog meer? Ik vind hem wel een vriendelijke jongen. Dus hij wordt extravert. Het is een vriendelijke, lieve jongen, vind ik. Zo. Nou, dat zijn zijn eigenschappen. Wat gaat hij doen? Bedorven voedsel weghalen? Oh, dat mag je eigenlijk wel doen. Ik klik het nou wel weer weg, maar dat mag hij eigenlijk van mij wel doen. Het bedorven voedsel weghalen. Oh, waar zet hij het nou weer op? Hij zet het gewoon in de lucht of zo. Nou, wat raar. Even kijken. Een stuk pakken. Oliver heeft vast wel lekker zin in een stukje taart. Waarom pak je een oud stuk taart? Ik bedoel, we hebben een nieuwe taart en dan ga je oude taart pakken. Wat is dat nou weer voor iets geks? Neem lekker een stuk taart van van een nieuwe taart. Zo, en Jennifer zit met Johnny te praten. Ik wil dat Jennifer eventjes met Malcolm gaat praten. Ja. Oh, de verjaardag is alweer voorbij. Oh, nou oké. Dat kan ook. Nou, dat was het alweer, de verjaardag. Het was een leuke verjaardag, maar een beetje moe. Het was een beetje allemaal een beetje lomp of zo. Maar ja, we hebben wel de verjaardag gevierd. Hij is nu een volwassene, dus dat is helemaal mooi. Dus we kunnen ook gaan verhuizen nu en zo. Ik ga eventjes James hier in bed leggen. Of in bed leggen, even naar bed laten gaan. Jennifer die gaat er weer opruimen, zie ik. Nou, wat een goede dame is het toch ook. Dat ze nu al gelijk weer gaat opruimen en zo. Kijk, Oliver die mag ook wel eens gaan slapen, want die is ook helemaal kapot. En ze moeten morgen gewoon weer naar school. Natuurlijk. Nou, als hij nog even naar de wc gaat, dan kan hij daarna lekker gaan slapen. Zo. Oh, hij wou al naar de wc gaan. Nou, dan gaat hij maar 2 keer. Even kijken. James gaat naar bed. Jennifer gaat nog niet naar bed. Ik doe even de taart weer in de koelkast zetten. Zo. Even de borden nog wat een beetje opruimen. Oh, waar heb ik hem nou gezet? Ik heb hem buiten gezet of zo. Nou ja, jammer dan maar. Even kijken. Jennifer die gaat natuurlijk ook slapen. Ook al is ze helemaal nog niet zo moe. Ze gaat het wel mooi eventjes doen. Want anders is ze morgen weer helemaal kapot. En daar heb ik geen zin in. Dus ja, iedereen die ligt weer te slapen. Of nou ja... Oliver ligt nog niet te slapen. Maar nu wel. Dus jongens, dit was weer de aflevering voor vandaag. En doe natuurlijk weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. In de volgende aflevering zal je zien dat de huishoudens verhuisd zijn. Dus dat ga ik allemaal eventjes regelen buiten de aflevering. Dus in de volgende aflevering zijn we alleen nog maar met Jennifer, Jesse en Oliver. Dus dat zien jullie allemaal in de volgende aflevering. Jongens, bye bye.